Oké, in deze les gaan we eens naar de uitkomsten kijken van de studie Generative Design die hebben we neergezet. Na een tijdje komen deze waarden terug. En dan kunnen we ook Explore kiezen en gaan zien wat de eindresultaten zijn. Nou, krijg je direct een complete lijst met allerlei oplossingen die heeft aangeboden. Aan de linkerkant kunnen we snel overzicht maken van wat we destijds gekozen hadden. Unrestricted was het en Adaptive. Additive is natuurlijk printen. En unrestricted is meer een ideeëngenerator. Dan zit er eigenlijk geen proces op van hoe het überhaupt moet gaan maken, eigenlijk het onderdeel. Even kijken. Nou, bovenin hebben we nog een lijstje met Converge of Completed. Nou, ik kan eigenlijk alleen maar de Converge zien. Dan krijg ik deze drie. Die hebben eigenlijk wel de doelstelling bereikt. Hè. Dat was die safety factor van 2, wat we hadden opgegeven. Ik kan ook de lijst pakken. Completed. Nou, dat zijn dan x aantallen. Dat wil niet zeggen dat die meteen slecht zijn. Dat moeten we gewoon eens even rustig onderzoeken. Bovenin, ja, wel een recommendation. Dus je gaat dat toch wel een beetje een soort voorselectie maken van een paar onderdelen waar je zegt van, nou, die zou je wel eens beter kunnen gaan bekijken. Ik pak de eerste struit, geef er gewoon een dubbelklikje op. En dan kunnen we ook zien wat hij daarvan gemaakt heeft. Een scherm hier aan de rechterkant. Nou, hij is volledig converged. Dus onderin kan ik ook wel zien. Dus de minimum safety factor was 2 hadden opgegeven. Nou, hij is tot 3,7. Veel verder kan hij dus niet gaan. Ja, nou is prima. Zou dus sterk genoeg moeten zijn. En dit was die van stainless steel. Nou, ik ga even hieruit. We kunnen ook wat handig is wel 2 naast elkaar pakken om die eens met elkaar te vergelijken. Kijk, kunnen we ze mooi zo naast elkaar vergelijken. Deze is dan van aluminium. Klik hier eens op. Dit is die van schermmateriaal Rilsan, een of ander kunststof, PA-materiaal. Nou ja, die komt wel dicht in de buurt van de 2. Nou, op die manier is het dus zaak om die juist eruit te selecteren. Zo nog een lijstje we kunnen pakken daar. Die is misschien wel handig. Ja, dat we hier kunnen gaan sorteren op gewicht. Ja, dus hier krijgen we mooi netjes een display waar de onderdelen netjes op gewicht staan. Welke is dit dan hier? Even kijken, dat is die van kunststof natuurlijk. PA-materiaal, wat hebben we hier? Dat is hier van aluminium, ook logisch. En dat zal deze wel zijn van stainless steel. Zo op die manier kunnen we dus ook heel snel zeggen van nou, hè, dat is het onderdeel wat ik even goed wil bekijken en die wil ik misschien gaan gebruiken. Nou, hoe krijgen we dat onderdeel dan binnen? Nou, hierboven heb ik dan de moeite zeggen om er een mesh van te maken. Of ik kan ook gewoon een solid ervan maken. Als ik hier zo klik, dan gaat hij weer even terug in de cloud. En dan gaat hij het onderdeel voorbereiden, zodat ik het ook apart kan openen. Ga eens even kijken, dat had ik hier al. Ik ga eens even uit de zaak hier. Dat had ik hier al een keer even op gewacht. Dus dit is dan het eindresultaat, die van stainless steel. Dat is dan weer een onderdeel wat ik daar dan heb, wat ik in Fusion direct kan openen. Het grappige natuurlijk, je zou van hieruit gewoon weer terug kunnen rekenen. Hè? Dus we hebben Generative Design. Hè? We gaan weer terug naar Simulation. Dan gaan we gewoon eens een nakontrole doen als het ware. Hij komt trouwens met dezelfde setup, dus je hoeft dat niet opnieuw te genereren. Dit is de setup. De krachten die we erop hebben gezet, die heeft hij eigenlijk al direct meegenomen. Materiaal zit erin. Dat als goed is dat nog altijd die stainless steel inderdaad. Ja. En we zouden hem weer kunnen laten rekenen om eens te kijken hoe het krachtenspel is. Dat heb ik hier al gedaan, dus ik kan meteen naar de resultaten gaan. Is hier inderdaad de safety factor. Nou, dat is al ergens iets van een kleine piekspanning zitten. Misschien ook even hier naar de stresses gaan kijken. Dus er zit wel iets van een piekspanning in, maar het grootste gedeelte zit daaronder. Ik zal de piekspanning even weer proberen te vinden. Daar is die. Dat hebben we al eerder gezien. Hè? Dat kunnen we misschien wel hier negeren. Er zit totaal geen afronding of iets dergelijks in. Misschien is het interessant om even te kijken naar de displacement. Dat zegt ons in dit geval iets meer. Nou, dan zie je ook dat dat minimaal is. 0,03 driehonderdste, wat die in principe zou gaan doorbuigen. Ik kan het visueel even nog wel iets beter laten zien. Inderdaad, kijk, dat is dan overdreven dan de richting waar hij gaat doorbuigen. En zo heb ik ook eigenlijk weer een controleberekening erop uitgevoerd vanuit de Generative Design. Nou, dus deze zou ik wel kunnen gaan gebruiken.
ga even weer terug naar mijn, model. Generate Design verlaag ik even terug naar mijn Design tab. Haal de onderdelen allemaal in de samenstelling binnen. Kijk, dit is dan het eindresultaat. Ja, wat ik hier kan gebruiken. Ik kan eventueel nog naar de rendermodule gaan om het plaatje te genereren. Schiet hem even af, hè, dus zo ongeveer. Dan krijg je wel een beetje een indruk van hoe die render eruit komt te zien. Ik wil achteraf nog wel verder uitwerken. Ja, dat geeft wel een goede indruk hoe we eigenlijk van de generated design, hè, de zaak hebben neergezet, het krachtenspel erop gezet. Fusion komt dan met oplossingen en via de Explorer hebben we dan kunnen kijken welke voor ons de beste oplossing was en deze weer teruggezet in het 3D-model. Nou, ik denk voor nu, ja, ga ik het even bij deze les laten en tot de volgende keer.